De hengel is beaast. Dit op de grote zandafgraving van 40 hectare. We gaan eens even kijken of we een mooie plek kunnen vinden en of we wat kunnen vangen. De hengels liggen erin. Tijd voor een bakje koffie. Zo, de hengels liggen in. Drie interessantere plekken gevonden op drie verschillende dieptes. Het water is ongeveer 25 meter diep, dus je moet eigenlijk zorgen dat je zoekt naar verschillende stukken bodemverloop. We hebben een hengel op 8,5 meter, 10 meter. En we hebben hier links onder de kant dus een hengel op 3, 4 meter. Ik vis alle drie hengels met de tuna. Zoals jullie hebben kunnen zien. Dus ik eigenlijk met dumbbells. Ik draai mijn mixer zelf af. Het voordeel wat je daarmee hebt is dat je verschillende diameters kunt draaien. Toevoegingen aan kunt toevoegen. De hardheid kan bepalen. En dat zijn toch kleine voordeeltjes die ik graag meeneem in mijn visserij. Hier vis ik dan met de grootste maat dumbbell. Wat ik speciaal voor dit water heb gedaan is dat ik de dumbbells ook nog een keer gehalveerd heb, zoals je hier kunt zien. En daarna zet ik ze in de zook, gecombineerd in de hennepolie en de tuna L030. En zeker voor dit water is het gebleken dat het een echte ware karpenmagneet is. Nou, die hengel die lag nog geen 30 minuten in. Nou ja, je ziet het. Prachtige oplopen. Het plateau op midden, 8 meter, 8,5 meter diep ongeveer. Ja, voelt goed. Dus, vis is onthaakt. Het is even belangrijk dat ik de hengel zo snel mogelijk weer op de plek krijg. We doen hem heel eventjes in de sling. De hengel gaat erin en daarna laat ik hem jullie zien. Thank you.
Zo, die ligt weer in. De eerste ligt nog in de sling. De volgende hengel gaat er vandoor. Middels de hengel. Voor je willen. Stuur. Vis. Vrij snel. En de volgende hengel ging er vandoor. Ja, minstens 30 kilo steur. Die hebben we maar even onthaakt en meteen weer teruggezet. Hier komen we natuurlijk voor. En de tuna's vonden die wel lekker, denk ik. Prachtige vis. Mooi in de kleur. Super blij mee. Kijk dan, wat een superbak. Meer dan een meter, 20,1 kilo. Ongelooflijk. We zaten net rustig aan koffie, volle fluiten. En zie hier, prachtige spiegelkarp. Echt geweldig. Tuna doet het goed. Super. Wat een vis, hè? Kijk, die staat. Gaat weer terug.
Nou, vroeg in de middag begonnen. Het duurde even voordat we de Engelsen erin hadden, maar nou, het zoekwerk waren drie Engelsen scherp. Eigenlijk vrij snel al een vis gevangen. Een kleinere spiegel en meteen daarna een gigantische steur. En nog geen uurtje geleden ongeveer een mooie spiegel van 20,1 kilo. Het water herbergt zeer grote vissen. Vroeger was het wel anders. Ik ben zo'n 16 jaar geleden begonnen met vissen hier. Er zat toen een zeer klein bestand op, maar wel een super mooi bestand. Verschillende spiegels, vol schubs, halve rijens en een enkele zeer grote schub. Enkele jaren later ben ik teruggegaan. We hebben toen vol gezet op dit water en hebben toen eigenlijk wel bijna alle vissen kunnen vangen. De mooiste vissen toen die tijd waren eigenlijk twee bepaalde spiegels. Allebei een soort van rijenkarpers. Helemaal flink beschubt op de zijkant en echt grote, grote schubben. Beide vissen waren allebei goede dertigers. Ze zijn zelfs nog doorgegroeid tot, tot goede 20 kilo vissen. Dat zijn wel momenten die bijblijven en wat de visserij hier heel speciaal maakt. Dus in de loop der jaren is er wel een en ander veranderd. Maar er zijn wat vissen gestorven, er zijn wat nieuwe vissen opgezet. En dat heb je vanmiddag kunnen zien. Vissen die wat sneller groeien en makkelijk door de 20 kilo grens ingaan. Dat maakt de visserij er zeker niet minder leuk om. En de actie is altijd hartstikke goed hier. Dus ik hoop dat we vannacht nog wat bijvangen. En wie weet is het ook nog wel eentje van het oude bestand. Dus we gaan het zien. Ja, goedemorgen allemaal, frisse ochtend. Vannacht helaas stilgebleven. Maar een half uurtje geleden liep die hengel nog een keer af. Het was de verre hengel op 8,5 meter. Een prachtige beschubte dertiger. Je ziet ze niet veel hier, maar echt super blij mee dus. Eerst even opwarmen met een bakje koffie en daarna gaan we jullie de vissers laten zien.
prachtig beschutte spiegel. Net over de 15 kilo. En dat is 16 uur vissen. Vier vissen. Waaronder deze. En gisteren nog een van net over de 20 kilo. Ja, de tuna's hebben zich ruimschoots bewezen op dit water. We gaan hem terugzetten. Het is mooi geweest. We maken de handel in en we gaan naar huis. Prachtige vis, kijk die schubben. Net een eitje gegeten. En zoals je ziet, loopt de hengel gewoon weer af. Prachtig aflopen. Komt goed aan, dus ik ben benieuwd. Volle aanbeheer, weer rommelt de hengel op midden. Deze keer prachtige schubkarpen. Prachtige schub. Dit echt de allerlaatste.